De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gajraj, pleit voor de herinvoering van de verplichte rechtsvertegenwoordiging. Indien de Orde dit initiatief ondersteunt, betekent het dat burgers slechts door advocaten vertegenwoordigd mogen worden en niet meer door juristen. Gajraj wijst erop dat burgers die het verschil tussen juristen en advocaten niet kennen, zich vaak laten oplichten door malafide juristen. Als gevolg hiervan leidt de advocatuur ook schade. De nieuwe deken is het echter niet eens met de stelling van advocaat Benito Pik, al zou het imago van advocaten in Suriname wankel zijn. Ik ben het daar niet mee eens, maar ik kan wel begrijpen van waar die gedachte komt. Want een van hun pijnpunten in hun campagne was dat ze de verplichte rechtsvertegenwoordiging wilden hebben. En dat wil zeggen dus dat ze alleen willen dat alleen advocaten burgers mogen vertegenwoordigen of burgers zelf. Hè. Dan mag je verkiezen als burger dat je zelf vertegenwoordigt in een rechtszaak. Maar op dit moment zijn er een heleboel leken en ja, eigenlijk zijn het gewoon kwakzalvers die burgers voor de gek houden dat ze niet hoeven te gaan naar een advocaat, want zij zijn zelf een jurist en zij kunnen de zaak aanhangig maken. Wat gebeurt er dan? Deze leken die kunnen niet procederen. Dus die doen dat alsof onder valse voorwenselen. Ze lichten de mensen op, ze maken het geld op. Maar ook de stukken die je te lezen krijgt, dat is gewoon ja, onzin wat ze opschrijven. Ik kan het niet anders bewoorden. Omdat ze geen opleiding hebben gehad. Toch, niet elke jurist kan een advocaat zijn. Je moet een advocatenopleiding gevolgd hebben. Je moet stage gelopen hebben om te weten hoe je een stuk in moet dienen, hoe je een zaak aanhangig moet maken. Dus wat dat gedeelte betreft ben ik het er wel mee eens dat we die groep echt moeten uitsluiten. Omdat ze de mensen echt oplichten en ze doen het onder het mom van te zijn een advocaat. En een doorsneeburger die kent niet altijd het verschil tussen een jurist en een advocaat. Dus die groep moeten we uitschakelen. Dat gedeelte ben ik het er wel mee eens. Maar de orde zelf, dat is helemaal keurig in orde. Binnen de orde zal dit onderwerp breedvoerig worden besproken, zegt Gajraj. Hierna zal het plan aan het Hof van Justitie gepresenteerd worden. De tegenpartij had sowieso al hun eigen plan. Dus als we gaan vergaderen, ga ik hun vragen wat hun strategie is. We gaan onze strategie voorleggen en dan gaan we dat samen bij elkaar brengen. En dan wordt het aan het Hof aangeboden dat we wensen dat die mensen uitgesloten worden. De nieuwe deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gajraj. Ze pleit voor herintroductie van de verplichte rechtsvertegenwoordiging.